Hey guys, welkom weer bij een nieuwe video en bij een vlog. Ik had zin om te vloggen vandaag, vandaar mijn enthousiasme. En, of althans, niet alleen vandaag, maar gewoon deze week. Dat ga ik dus weer doen. Dat wordt even wennen waarschijnlijk, maar komt vast goed. Ik wil jullie natuurlijk als allereerst een super goed, liefdevol, gelukkig en gezond 2020 wensen. Want we zitten nu net in het nieuwe jaar en ja... Ik hoop dus dat jullie alle voorspoed dit jaar gaan meemaken. Wij gaan nu op naar Rotterdam, want we gaan lekker twee dagjes ertussenuit. En vandaag gaan we als allereerst naar Blijdorp, naar de dierentuin. Dus ik ga jullie meenemen. Zo, we zijn gearriveerd in de kamer. Met super lekker uitzicht over de Maas. Ziet er echt gaaf uit, hè? Ja. Ons bed. Hoe leuk is dit? Kijk dan, had je het al gezien? Dit. Wat is dat? Weet ik niet, zal wel stil het shop staan. Hop. En de badkamer met bad. Zodat we de lusproducten erin kunnen doen. Oeh, verkouden. Oh, lekker bed. Heerlijk. Oh. Plof. I'm out. Zo, goedemorgen. Wij gaan richting de metro lopen. En dan pakken we de metro naar Rotterdam. Want ons hotel staat in Vlaardingen volgens mij. Dus het valt wel mee met de kou nu. Parapluutje mee. Het is helemaal goed. Toch? Ja. Lekker awkward. Zo, eens even kijken bij de fruithallen. Want het regent, dus dit is eigenlijk het enige wat een beetje leuk is om te doen. Echt niet wel leuk uit het museum zo. Ja, oké, okay, museum is maar. Super leuk. Aan de sojamelk bubble tea met honeydew en wat is dat ook weer? Mango, hè? En jij hebt aardbei en oh, oké. Okay. Zo, en nu, oh, ik ben echt moe. Gaan we nog even lekker chillen op de kamer en snoepjes eten zo te zien. En straks onder wat eten in het restaurant. Ik ga Rummy kuppen, wat ga jij doen? Ah, weet ik niet. Weet je nog niet? Ik ben ook rummy kuppen. Wil je tegen mij rummy kuppen? Kan, daarom zei ik dat ik ging rummy kuppen. Oké. Okay. Ja, wat je tegen elkaar doen? Ja. Top. Verslaafd aan rummy kup. Dat vind ik echt super leuk om te doen. Bye bye, not so secret Santa.
Goedemorgen jongens. Wat een plaatje vanuit ons hotel. Als de zon schijnt. En we zijn weer thuis, jongens. In mijn slaapkamer, in onze slaapkamer. En ik wil jullie nog wat laten zien. Ik kom namelijk dit dekbedovertrek tegen. En ik moet dan altijd zo lachen hoe de Law of Attraction werkt. Want ik wilde dit dekbed echt super graag. Ik heb al eentje, zo eentje, die ligt er nu al op. En die heb ik al een keer gekocht bij de Aldi. En die zijn zo fijn, want die zijn lekker lang en die kun je heerlijk onder je matras stoppen. Alleen, ze hebben hem maar heel sporadisch bij de Aldi. En ik kwam hem maar niet tegen. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik zie het vanzelf al een keer. En nu kwamen we hem dus tegen bij de Hoogvliet. Top! Oh jongens, ik ben zo verliefd op mijn nachtkastje. Hoe dit allemaal eruit ziet. Ik heb hier de lamp staan. Kijken of ik hem minder fel kan maken. Als je hem beter ziet. En dan heb ik hier op een tray heb ik edelstenen staan. Een celestine. Een amethyst. En daarachter staat nog een labradoriet. Oh, ik ben hier echt verliefd op. Vooral op ruwe edelstenen. En ja, geloof het of niet, ik geloof er gewoon voor dat ze zorgen voor een betere nachtrust. Amethyst zorgt er gewoon voor dat je inzichten krijgt en gaat vooral over je hogere zelf. Oftewel je spirit. Ik moet jullie echt hoognodig bijpraten, want ik heb zoveel informatie de laatste tijd opgedaan. Over uit welke delen je eigenlijk allemaal bestaat in je lichaam. Onder je ego dus, maar ook je spirit. Dus je hogere zelf, je intuïtie. Zo moet je het eigenlijk zien. En amethyst versterkt dus heel erg je intuïtie. En met name s'nachts als je gaat dromen, dan komt gewoon van alles voorbij. Vooral dingen ook die onbewust opgeslagen zitten, komen dan voorbij. En amethyst helpt gewoon heel erg met de verwerking daarbij. Dus vandaar dat die er staat. Dan heb ik dus ook nog een celestine. Celestine is echt een super fijne steen. Mega zachtaardig. Oh, hij was gefocust op de amethyst. Celestine, mega zachtaardig, zorgt ervoor dat je heel erg bij jezelf blijft. Ik heb een Celestine gehad, die is alleen helaas stuk. Die droeg ik altijd om mijn nek. En dat zorgde er voor mij echt voor dat ik meer voor mezelf op durfde te komen. Dat ik beter kon spreken, beter mijn mening kon duidelijk maken. En daar staat Celestine echt voor. Celestine is ook wel de engelensteen, zoals ze hem noemen. Omdat hij zo zachtaardig is. En hij matcht met de vijfde chakra. En dat is je keelchakra. Dus daarom past die heel erg mooi bij doelen als je bijvoorbeeld meer voor jezelf wil opkomen en dat beter wil uitdrukken. Dus vooral vocabulaire dingen, zeg maar, de spreekdingen, daar ondersteunt Celestine heel erg bij. En dan heb ik hier nog de labradoriet en die ziet er zo heel saai uit. Maar als ik hem beter laat zien, als hij dat wil doen, zie je dat hij heel mooi blauw vooral ook is. Ja, ik moet hem eigenlijk in daglicht laten zien, want nu komt hij totaal niet over. Labradoriet is een steen die het super goed doet voor hooggevoelige mensen. Labradoriet zorgt er namelijk voor dat je aura gestrijkt wordt, om het zo maar te zeggen. Dus dat je heel erg focust op met name jezelf en dat de prikkels van buiten minder tot je komen. Hooggevoelige mensen zijn heel erg geneigd, namelijk heb ik gemerkt, om de focus naar buiten te hebben.
Oftewel, een hooggevoelig persoon is heel snel bezig met anderen. Zoals je wellicht weet, ik wil jullie neerzetten, want ik vind dat fijner. Ik krijg altijd zo'n lamme arm ervan. Oké, jullie staan een beetje scheef, sorry daarvoor, maar dit werkt beter. Ja, hooggevoelige mensen. Ik weet dat heel veel hooggevoelige mensen mij volgen. Focust die nou wel op mij? Oh, wat een drama dit. Ik weet dat heel veel hooggevoelige mensen mij volgen en daarom vind ik het ook zo leuk om dit uit te leggen. Hooggevoelige mensen zijn dus heel erg gefocust op anderen vaak. Je staat vaker klaar voor een ander dan voor jezelf. Je ontvangt heel veel prikkels. Raakt heel snel overprikkeld, oververmoeid. En ik heb daar wat onderzoek naar gedaan en ik ben er echt achter gekomen dat ook na eigen ervaring en inzicht, zeg maar, dat heel vaak een hooggevoelig persoon, dus ik ook, de antennes, zoals ik het noem, naar buiten gericht heeft staan. Dit klinkt heel vaag, ik hoop dat je me een beetje snapt. Maar door je antennes naar buiten te richten, ontvang je dus alles van alles en iedereen. Dus je ontvangt non-verbaal, maar ook verbaal. Alles komt binnen op je antennes, zeg maar. En dat komt dus omdat die bij een hooggevoelig persoon dus zo erg naar buiten gericht staan, in plaats van naar binnen gericht. In plaats van naar, oké, hoe voel ik me nou? En hoe ga ik met dingen om? En hoe wil ik dat iets loopt? En hoe wil ik niet dat iets loopt? En wat voel ik wel en wat voel ik niet? Of wat, ja, je bent heel erg bezig vaak met zorgen en in ieder geval met alles naar buiten gericht. De focus is heel erg naar buiten gericht. En wat een hooggevoelig persoon mag leren is om de focus ook wat meer naar binnen te richten. Dus naar te kijken van wat heb jij nodig in je leven? Wat wil jij en hoe ga je dat bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Alleen jij kan dat waarmaken. En ja, labradoriet is dus, want daarom kwam ik hierop. Labradoriet is dus een hele mooie steen om bij je te dragen. En die zorgt er dus echt voor dat die antennes wat minder naar buiten staan. Dus als mensen bepaalde dingen zeggen of het is heel erg druk, dan zul je merken dat je minder bezig bent met alles om je heen. Maar meer bezig bent met hier en nu en jij en je vertrouwde ik, om het zomaar te zeggen. Klinkt allemaal vaag of zo, maar het is vrij concreet ook weer, want ja, je zult het met jezelf moeten doen in je leven. Er is niemand anders die jouw leven kan leiden. Dat zul je echt zelf moeten doen. En je zult jezelf dus moeten, ja. Het zou fijn zijn als je jezelf zou vertrouwen. Als je van jezelf zou houden om wie je bent. En jezelf zou accepteren zoals je bent. En ik ga lekker in mijn bed liggen. En wat ga ik doen? Ik denk misschien nog een beetje rummy cuppen. Ik heb koppijn. Dus ik ga denk ik een beetje rustig aan doen. We hebben vandaag nog hard gelopen. Best wel ver. 9,3 kilometer. David had er zin in. Ik iets minder. Omdat ik al heel lang niet meer heb hard gelopen. Ik doe voortaan 3 keer in de week doe ik een Romees strijdworkout. Daar zal ik misschien ook nog wel korte beelden van toevoegen. En ja, dat zorgt er dus wel voor dat ik wat kracht heb in mijn benen. Maar niet zoveel als dat David heeft. David die loopt veel vaker hard. En ook veel verder en zo. Dus... Maar goed, we hebben uiteindelijk, hoewel volgens mij echt nog wel zeker dik 6,5 kilometer echt hard gelopen. En de rest volgens mij gewandeld. Want toen kon ik niet meer. Maar ik ben echt super blij, want ik heb echt goed mijn grens aangegeven. Dus ik ben echt super proud op mezelf. Maar ja, nu wel koppijn. Dus misschien toch niet helemaal of gewoon te weinig gedronken. I don't know. Ik ga lekker chillen en ja, ik zie jullie in het volgende shot weer. Daar heb ik de camera van. Zo, we zijn weer thuis en we hebben net nog in de stad wat kaarsen gekocht bij de TK Maxx. Daar kopen we altijd kaarsen. Want ik wil altijd graag witte kaarsen en blauwe kaarsen. Althans, in zo'n blauw glas.
En die hebben ze bij de TK Maxx altijd. En ik heb er hier ook al eentje neergezet. Daar staat er al eentje. Daar. En hier brandt er al eentje. Dus kunnen we weer eventjes vooruit. Alleen het nadeel is dat die echt super snel gaan, die kaarsen. Dus ze zijn heel snel weer op. Ze zijn wel echt heel mooi en ze ruiken ook super lekker. En wat ik ook nog heb gekocht zijn boeken. Ik ben echt gek op boeken, op lezen de laatste tijd met name. Gewoon lekker boeken over coaching en over mindset. Die vind ik super leuk om te lezen. Dus deze drie kocht ik voor mijn praktijk en voor mijn bedrijf dus eigenlijk. En voor privé kocht ik nog deze twee boeken. Ik vertelde jullie al, ik ben steeds meer bezig met het spirituele. Spiritueel klinkt heel gek, want spiritueel klinkt heel ontastbaar. Maar spiritualiteit is eigenlijk steeds meer gewoon erkend en wetenschappelijk bewezen. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo ontastbaar als we denken. Maar goed, ik kocht dus deze twee boeken. Deze gaat over Wicca, dus witte magie. En deze gaat over meer de geschiedenis van Wicca, zeg maar, van magie. Maar het gaat vooral ook, dus ook over vroegere dingen, dus van het oude Egypte. Alchemisten, The Book of the Law, hekserij, dat soort dingen. Dus die leek me ook wel super interessant. En nu ga ik wachten totdat David klaar is met poepen. En dan gaan we samen Orphans Black verder kijken. Ik heb Orphans Black al helemaal gezien, maar hij had hem nog niet gezien. En ik vond echt dat hij moest kijken, want het is echt zo'n gave serie. En hij is blij dat hij eraan begonnen is, want hij is zo spannend. En echt, als je hem nog niet hebt gekeken, ga hem kijken op Netflix. Dus die serie gaan we zo verder lekker kijken en lekker chillen. Is mijn lichaam wel even aan toe. Eén goede morgen vanuit bed. Ik voel me niet zo heel erg fit vandaag. Ik heb echt last van enorme verkoudheid. Volgens mij komt er ook keelontsteking aan, maar dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Want ik ben bang dat als ik het zeg, dat het dan ook uitkomt. Dus, maar goed, ik ga lekker vandaag werken vanuit bed zoals je ziet. Ik heb hier thee bij de hand, een sapje, water, boeken en mijn laptop heb ik ook bij de hand. Want ik ga vandaag denk ik, normaal is eigenlijk maandag mijn vrije dag en over het algemeen wil ik dat ook zo houden. Alleen nu heb ik 2 weken vakantie gehad en ik bruiste weer van de energie en van de motivatie om aan de slag te gaan. Dus ik dacht, nou dan gaan we vandaag gewoon lekker aan de slag. Ik kijk gewoon hoe goed het gaat en dan neem ik een andere dag in de week vrij. Dat kan ook. Donderdag heb ik een coaching sessie. En vrijdag ga ik weer naar mijn vrijwilligerswerk. Dat is op een middelbare school. Daar coach ik jongeren. Is gewoon zo gelopen. En met jongeren ga ik ook aan de slag met activiteiten doen. Dus onder andere een moodboard maken. Noem het maar op. Ik zal daar een andere keer nog wel meer over vertellen. Maar nu wil ik dus aan de slag gaan. Oké, mijn batterij viel uit. Maar wat ik jullie wil vertellen was dat ik het grote boek erbij heb gepakt. Want ik ga namelijk mijn BTW invoeren. Doe ik altijd eerst in een programmaatje in Excel. Zodat het dadelijk overzichtelijker is. En ik weet wat ik uiteindelijk dan moet aangeven. Dat zie ik dan hierin. Nu klopt het nog niet helemaal. Maar straks, dan komt hier dus uit of ik geld terugkrijg of geld moet betalen. Verkoopfacturen heb ik al ingevoerd, dus nu nog de inkoopfacturen. Oké, ik ben even naar de bank verkast, want ik wilde graag beneden zitten. Maar ik voel me echt met een minuut beroerder, dus ik denk dat werken vandaag niet echt meer gaat lukken. Ik heb echt ineens buikpijn, niet normaal. Dus ik dacht, en ik wilde sowieso al gezonder gaan eten, met name 's middags gewoon echt super veel groentes gaan eten. Oh, ik krijg het ineens echt vet warm ook. Goed, 's middags
'Smiddags meer groenten gaan eten, waaronder broccoli, omdat broccoli gewoon echt mega gezond is. Dus ik zit nu aan een schaaltje met broccoli en geschaafde amandelen, of gehakte amandelen, ik heb ze zelf fijn gehakt. En hopelijk voel ik me daarna beter en word ik niet ziek, want ik wil echt even flink gaan knallen en gaan doorpakken met mijn bedrijf. Want net voor de vakantie heb ik ook al mega hard geknald en ja, ik ben nou bijna daar waar ik wil zijn. Dus nog even doorpakken. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als je ziek wordt, dus ik ga even goed voor mezelf zorgen. Veel water drinken, veel vitamines eten. En mijn rust nemen en dan komt het vast goed. Een goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ja, moest even nadenken. En ik voel me echt nog niet veel beter helaas. Ik merk gewoon dat alles vast zit, loskomt. Brokken slijm in mijn keel, noem het maar op. Dus dat is minder, maar goed. Ik ga me er gewoon bij neerleggen. Ik ga gewoon lekker rustig aan doen vandaag. Veel drinken en... ja, meer kan ik ook niet doen. Dus ik zit nog lekker in mijn huispak, om het zo maar te zeggen. En ik heb al wel wat voor mijn bedrijf gedaan. Ik heb een kaarttrekking gedaan, die doe ik heel vaak. Eigenlijk dagelijks normaal. Maar nu dacht ik, ja, ik zie er niet echt uit. Dus ik heb maar eentje gedaan waarbij je mijn gezicht dus niet ziet. Dus gewoon kaarten neergelegd en omgedraaid. En ja, dat vindt iedereen eigenlijk altijd super leuk op mijn Instagram. Dus... dat wil ik gewoon dagelijks doen. Hopelijk voel ik me morgen beter en kan ik echt een kaart trekken. Nu was het er gewoon eentje waarbij je zelf dus een kaart uitkiest. Oké, ik ga toch maar boodschappen doen, ondanks dat ik me niet fit voel. Want ja, we hebben geen eten in huis of niks. We hebben nog geen wekelijkse boodschappen gedaan. En ja, David komt altijd best wel laat thuis. Pas om 6 uur vaak, of 6 uur vertrekt hij vanuit zijn werk en is hij pas 6:30 vaak thuis. En als we dan nog, als hij dan nog boodschappen moet gaan doen of zo, ja, dat schiet ook niet op. Dus ik ga nu maar, en ik had nog wat dingetjes nodig van de Action, dus ik hoop dat ik die ook kan kopen. Ik ga maar even snel met de auto of zo, dan ben ik het snelst weer terug, denk ik dan, mocht het onderweg fout gaan. Wat erg is dit, zeg. Ah. Ja. Helaas heb je niet overal controle over. Goed, ik ga snel. Dan hoop ik ook weer snel terug te zijn. Food. En goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik voel me iets beter. Ik heb flink uitgeslapen. Ik bedacht me dat ik vandaag gewoon rustig aan ga doen. Wederom. En ik wil boodschappen gaan doen en daarnaast een video vast opnemen die morgen, dus donderdag, online komt op Oog op Jezelf coaching. Ik heb het bed verschoond en opgemaakt. En oh ja, dat wilde ik vertellen. Ik dacht al, ik was gaan vloggen omdat ik iets wilde vertellen. Wat ik de laatste tijd doe en wat ik weer wil gaan oppakken. Oh, ik moet even op adem komen. Ik ben helemaal moe. Is intermittent fasten. Dat houdt in. Zo, even de batterij van de camera en de oplader. Intermittent fasten houdt in dat je bepaalde tijden van de dag niet eet. Waarom? Omdat gebleken is uit onderzoek dat intermittent fast echt super goed voor je is. Sommige mensen doen het om af te vallen. Maar de meeste, zoals ik, doen het om hun lichaam te reinigen, zeg maar. Om te reinigen, dat is niet helemaal het juiste woord. En nou is reinigen niet helemaal het juiste woord. Wat er namelijk gebeurt als je vast, dus een langere tijd niks eet. Dan groeien je... Dan worden je groeihormonen die... jeetje, ik moet even weer denken wat het precies was hoor. Want het is een tijd geleden dat ik ermee begonnen ben en alle info heb opgezocht. Het is in ieder geval zo dat je groeihormonen in je lichaam verhoogd worden, zeg maar. En je groeihormonen in je lichaam zorgen ervoor dat alles
ja, dat bepaalde virussen aangepakt worden, dat bepaalde bacteriën, gewoon ja, eigenlijk alles wat niet in jouw lichaam thuis hoort, wordt aangepakt. Doordat de groeihormonen verhogen. En ik zal eens even kijken. Ik heb op Instagram heb ik daar hoofdpunt van gemaakt. Dus dat is beter om dat erbij te pakken. Dan weet ik het tenminste weer. Ja, mensen die het echt heel streng doen, die, dat is dus gewoon hun levensstijl. Dus die eten gewoon maar 6 uur op een dag en niet meer. En voor de mensen die denken, ja, maar je moet toch ontbijten? Ontbijt is gezond. Nee, dat is al lang achterhaald. Ontbijten hoeft niet per se. Juist als jij jouw lichaam meer rust gunt, dan kan het zich herstellen van bepaalde kwalen. Het is zelfs zo, bij dokters van nu was dat, dat ze bezig zijn met kankerpatiënten op intermittent fasten te zetten. Omdat intermittent fasten dus zoveel voor je lichaam doet. Het kan in sommige gevallen kanker genezen. Ze hebben in Duitsland hebben ze het opgezet bij reumapatiënten. Die mensen hebben nou, dat waren echt zware reumapatiënten. En sinds dat die zijn intermittent fasten en dan wel echt de harde variant, dus bijna niks eten. Alleen maar 1 keer op een dag of 2 keer op een dag dronken ze geloof ik een sapje. Een groentesapje. En die mensen zijn er zo op vooruit gegaan. Echt unbelievable. Echt, die hadden geen medicijnen geloof ik meer nodig. Of in ieder geval heel weinig medicijnen. Ze hadden geen pijn meer of heel weinig pijn. Ja, dat is echt bizar. En wat ik dus doe is... die reumapatiënten hebben dus een week lang, zijn ze opgenomen geweest, zeg maar. Hebben gemediteerd, yoga. En dus hebben eigenlijk alle ontspannende oefeningen gedaan. En daarnaast dan intermittent fasten. Ze hebben trouwens ook gesport. En die deden dan een week lang dus niks eten. Dus volgens mij echt helemaal niks, inderdaad. Hadden die een week lang? Ja, die hebben volgens mij echt inderdaad een hele week lang helemaal niks gegeten. Misschien is dat dan de eerste variant die ik bedoelde inderdaad. Dus dat je echt helemaal niks eet. En de tweede variant, die pas ik dus heel vaak toe, dat is 1 maaltijd op een dag eten. Dus dan vaak 2 keer in de week eet ik dus van avondmaaltijd tot avondmaaltijd helemaal niets. En dan, dat pas ik dan zeg maar 2 keer in de week toe. En dat doe ik vaak als ik bijvoorbeeld... in het weekend ja, wat ongezondere dingen heb gegeten. Of ik merk inderdaad van, hey, mijn lichaam kan weer een boost gebruiken. Dan pas ik dat vaak toe. Nou ja, waarom intermittent fasten? Eten en verteren kost veel energie voor je lichaam. Energie die je lichaam dan minder besteedt aan cellen helen in je lichaam dus. De voordelen van intermittent fasten. Het herstelt je lichaamcellen. Vermindering van ontstekingen. Herstel van insulinegevoeligheid. Dus ook voor... diabetici is dit gewoon eigenlijk heel erg goed is gebleken. Probeer dit allemaal niet op je eigen houtje uit. Ga echt zoek hiervoor deskundige hulp, want ik heb alleen maar informatie opgezocht. En ik ben dus geen deskundige hierin. Verlaging van je slechte cholesterol, toename van groeihormonen, vertraging van verouderingsproces en je valt af. Ik zit nou aan mijn espressootje. De video is opgenomen. Oh, wat was dat nog een drama. Want ik had hem opgenomen en toen kwam ik erachter dat het geluid niet goed was. En het geluid was al gelijk vanaf het begin niet goed. Dus toen moest hij opnieuw en toen ging ik hem opnieuw doen. En toen was de batterij, de SD-kaart was vol. En toen heb ik hem voor de 3e keer heb ik hem opgenomen. En toen was bijna op het eind was de batterij leeg. Maar gelukkig had ik net een nieuwe, of de andere batterij had ik opgeladen. Dus toen kon ik hem wisselen en heb ik het uiteindelijk toch kunnen opnemen. Dus toch nog gelukt. Dan heb ik boodschappen gedaan. En nu ga ik lekker niks doen. Lekker een beetje uitrusten en Netflix kijken. En ik wilde nog even met jullie terugkomen op het intermittent fasten. Want ik zei dat ik dat 2 keer in de week doe. Maar eigenlijk doe ik dat de hele week lang. Wat ik meestal doe is een maand lang probeer ik toch wel... ik probeer een maand echt aan te houden. En daarin eet ik dus 2 keer in de week niet. Of althans alleen een avondmaaltijd. En daarnaast eet ik de rest van de week eet ik binnen een kader van 6 uur. Dus dan eet ik van 12 tot 6 uur 's avonds. Eet ik dan. En dat is vaak mijn lunch en mijn avondmaaltijd. En nog eventueel een snack tussendoor. Fruit of zo.
En verder niks, zeg maar. Dat is het dan. Ik moet alleen nu even kijken of dat het weer goed gaat. Want ik ben begonnen met sporten. En volgens mij was ik daar toen ook al mee begonnen. Ik weet alleen niet meer of dat nou goed ging of dat het niet goed ging. Dus ja, dat is weer even allemaal oppakken. Maar goed, het, ja, dat ik dit deed is ook alweer bijna 2 maanden geleden. Met al die feestdagen tussendoor. Dus het is even kijken, opnieuw ritme vinden en kijken hoe het gaat. Maar voor nu ga ik dus lekker Netflixen. En ik denk dat ik de vlog ook bij deze ga afsluiten. Morgen heb ik nog een coachgesprek staan. Om 10 uur 's ochtends. Voor een uur. En daarna ga ik lekker werken aan de funnel verder. Daar ga ik nog verder ook nog wat dingen over vertellen tegenover jullie. Dus in de volgende vlog ga ik jullie zeker meer vertellen over een funnel. Wat het nou is, wat het inhoudt en waarom het belangrijk is. Wat het zeg maar kan doen voor je bedrijf. En ja, daarnaast ook een beetje van hoe heb ik nou mijn website opgebouwd. Hoe... wat heb je nodig om een eigen bedrijf te starten? Dat soort dingetjes. Daar wil ik toch wel weer over uitweiden. Ja, voor die mensen die eventueel ook een eigen bedrijf willen beginnen. Want het is echt in het begin superveel uitzoekwerk. Echt niet normaal. En ja, dus dat lijkt me wel leuk om daar een video aan te wijden. Misschien gewoon een aparte video. Laat maar weten wat jullie, of jullie daar nog ideeën voor hebben. En vrijdag ga ik dus naar mijn vrijwilligerswerk. In Os is dat. Doe ik op een middelbare school vrijwilligerswerk. En daar coach ik een beetje jongeren. Of althans, de coaching is nu nog niet echt begonnen. Die, als het goed is, gaat die dus beginnen. Voor nu zit ik in een ruimte wat ze de time-out ruimte noemen. En dat is een ruimte waar jongeren dus heen kunnen als ze overprikkeld zijn. En ja, als ze gewoon rust willen. Dus als ze merken in de les van, oh, het gaat even niet. Ik merk dat ik echt rust nodig heb, anders ga ik flippen of anders ga ik gekke dingen doen of dingen doen die, ja, die ik eigenlijk niet wil doen. Dan kun je ja, dus naar de time-out toe. Dus in samenspraak met de ouders en leraar is die regel dus opgezet. En mogen kinderen dus naar de time-out toe. En soms komen kinderen ook helemaal overstuur in de time-out. Dat, het gewoon, dat ze ruzie hebben gehad in de klas. En dat ze dan dus lekker willen afkoelen of even tot zichzelf willen komen in de time-out. En dan ben ik er voor ze om ze op te vangen en om erover te praten. Dus ja, dat is superleuk werk. Superleuke kids. Echt. Ja, echt een en al liefde voor die jongeren. Echt waar. Ik vind ze zo geweldig op hun eigen manier. En ja, ik vind het werk echt superleuk om te doen. Er wordt vaak toch wel gekeken naar wat jongeren niet kunnen. Wat ze nog moeten leren. Waar ze bijles voor nodig hebben. En juist doordat ik daar dus ben, kan ik meer... aangeven aan jongeren ook van oké, kijk eens wat er al goed gaat. En ja, moet je kijken, eerst stond je hier en nu sta je daar. Wow, je hebt al zo'n grote stap gemaakt. En tuurlijk snap ik dat je nog verder wil, maar besef ook wat je al gedaan hebt in je leven. En ja, vergeet dat niet, verlies dat niet uit het oog. En dat is zo mooi, wat voor dankbare reacties je daar dan voor krijgt. En ja, ik vind het echt geweldig. Echt superleuk werk om te doen. Heerlijk, die jongeren. En ze zijn allemaal anders. Ze zijn allemaal hunzelf. En dat vind ik zo mooi. Dan zitten ze daar bij mij met hun koptelefoon op. Omdat ze gewoon introvert zijn. Of gewoon ja, hoogsensitief. Of gewoon niet houden van te veel prikkels. Ze zijn zo hunzelf. En dat kan ik zo waarderen. Ik vind het echt... ja, geweldig. Echt waar. En ze leven heel erg in het hier en nu. En ja, ik denk dat we daar als volwassenen vaak nog wat van kunnen leren. Dus ja, ik vind het echt geweldig. Super. Maar goed, dat wil ik dus nog even zeggen. En ik zie jullie dus heel graag weer volgende keer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doeg!